hoe is mijn muziekproject tot stand gekomen? Ik heb dus ooit in 1996 een cd opgenomen met een akoestisch jazz trio. En in 2000 ben ik als het ware voor mezelf begonnen. Toen was de MIDI-technologie behoorlijk in opkomst en ik wilde dat gewoon eens gaan proberen. Dus zelf een heleboel verschillende instrumenten spelen. Ik heb toen een solo cd opgenomen, die heette Next Steps. En ik heb het toen ook Next Steps Projects genoemd. En dat was toen Stage 1, eigenlijk het eerste deel, want mijn website is in het Engels. En nu zit er inmiddels in Stage 6. Er is een hoop gebeurd de afgelopen 20 jaar. En dit is een beetje de samenkomst, het uitkomen van een droom als het ware, om alles samen te brengen. Voor kun je wegpleuren. En dan wil ik even die laatste, de laatste akkoordsequence opnieuw inspelen. Het heeft een behoorlijke voorbereiding gehad. Ik ben ooit eens in, ik geloof in 2013 begonnen met het componeren van muziek. Dat nummer heb ik toen Origin Alpha Prime genoemd. Dus het waren het eerste stuk. Het is een soort de moeder of de vader van een jazz suite die ik gecomponeerd heb. Een jazz suite heet Roots and Reflections. En op basis van dat nummer ben ik eigenlijk uit gaan bouwen. Ik was in die tijd, ik ben ook schrijver, ik ben boeken aan het schrijven geweest in die 5 jaar tijd. Maar tegelijkertijd is mijn jazz suite gegroeid. En ik wilde uiteindelijk mijn jazz suite solo uitbrengen, maar ook trio, dus met een bassist en een drummer. En daarvoor moet je echt beslagen ten ijs komen. Dus in de voorbereiding is vooral heel veel werk gemaakt om het digitaal op te nemen. En vervolgens daar ook sheet music, dus partituren uit af te leiden die je aan een bassist en een drummer kan geven. Zodat je sneller tot resultaat kunt komen. Dus daar komt behoorlijk wat bij kijken. Het waren in totaal 32 composities. Daarvan heb ik er 24 gekozen om in sheet music om te zetten. En uiteindelijk zijn er dan 12 gekozen om een trio op te nemen. De laatste zal zijn zoals ik hem bedoel. En dat, we pakken nou het relaxe tempo wat we net hadden, het definitieve tempo. Ja, tenminste. Even kijken. Ja. Ja, ambitieus. Je zou het inderdaad wel ambitieus kunnen noemen, ja, zeg maar. Ik kan niet goed stilzitten. En op een gegeven moment krijg ik ook steeds meer ideeën. Er moet ook een video bij komen als het ware. Dus het is een heel project geworden. Daarom bestaat Stage 6, dus de zesde fase van Next Steps Projects, ook uit 3 gedeeltes. Deel 1, 2 en 3. Deel 1 is zeg maar alles digitaal opnemen, sheet music maken. En deel 2 is solo opnemen. Deel 3 is met een trio opnemen. Ja, kijk, als je veel produceert, dan is keuzes maken best wel een uitdaging, zeg maar. Van 32 composities naar 24 en uiteindelijk naar 12. En dat is best lastig. In het schrijversvak heet dat kill your darlings. Hè? Dus je moet op een gegeven moment de dingen los kunnen laten die je eigenlijk ook wil doen. Maar je kunt niet alles tegelijkertijd. Zoals heel veel mensen tegen mij blijven zeggen. En ik altijd zeg, van, nou, dat zullen we nog wel eens zien dan. Dus ik heb intuïtieve keuzes gemaakt. En je moet ook een beetje naar balans kijken. Hè? Dat je bij spreken niet alleen maar swing pakt. Of alleen maar Latin stukken pakt. Of alleen maar ballads. Maar dat je een goede balans hebt. Mijn jazz suite heet Roots and Reflections. En dat betekent dat zowel de roots als de reflections tot uiting moeten kunnen komen.
Kijk, ik heb natuurlijk een heleboel inderdaad solo al opgenomen. Hè? En ik wil het ook graag met een akoestisch jazz trio doen. En er zijn eigenlijk twee redenen voor. Eerste plaats, ik heb al eerder een jazz trio gehad. Maar dat speelde ik voornamelijk andermans werk. Ik wil niet voornamelijk mijn eigen werk spelen met een jazz trio. Maar er is niks mooiers dan je eigen muziek versterkt te zien worden. Door een bassist en een drummer. Die als het ware echt waarde toevoegen aan de composities. En daarmee komt het geheel veel beter naar voren. Je hebt dan zowel de keuze om te luisteren, hoe heb ik het solo bedoeld, alleen achter de vleugel. Maar vooral ook, wat gebeurt er als je daar een bassist en een drummer bijvoegt? Wat voegt dat dan voor waarde toe aan de muziek? Nou, je zult wel zien, dat dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Er is een duidelijk verschil met de vorige opname in 1996, toen ik mijn cd destijds opnam met een jazz trio. Toen hadden we jarenlang gerepeteerd, hè, totaal op elkaar ingespeeld. In dit geval zijn wij een hele korte tijd bij elkaar gekomen en zonder repetitie direct de studio ingedoken. Dus alles wat je hoort is in een week tijd geproduceerd. Ik heb het niet over het solo gedeelte, maar over het trio gedeelte. Dus dat betekent eerst plaats je hele goede muzikanten moet hebben. Dat is fantastisch. Mark en Erik is geweldig om daarmee te spelen. En dat heeft ook een effect op mij en daardoor kun je sneller in zo'n week tot resultaat komen. Nee, hij moet hier zitten. Die moet daar overheen. Dat is moeilijk, ja. Dat kan bijna niet. Tot aan E. Maar even met die vier maten en jij pakt het A'tje dan. Dat goed? Want je speelt eigenlijk. Ja. Waar zit je niet goed dan? Waar die terugkomt. Nee, ik doe iets anders. En je wilt het als intro? Ik speel het als intro zelf. Jij speelt A alleen? Ja. En waar gaat hij in B naartoe? In de loop van de tijd, in het begin trek je hem voor, maar in de loop van de tijd speel je hem constant erop. Dus dat is de E van de melodie. Ja, maar J is toch vier maten, jongens? Ja. Vier maten moet je even vergeten. Mag weg. Het stuk begint op maat 5. Goed. Als goed hij het zegt, dan snap ik het weer.
Het heeft een paar jaar geduurd, zeg maar, samen met het schrijven van boeken om alles gecomponeerd te krijgen. Uiteindelijk stond alles op papier. Eigenlijk is het sinds december 2018 in een sneltreinvaart gegaan. We zitten nu in mei 2019. Binnen een half jaar is het gerealiseerd. Er zijn videoclips gemaakt. Er is een documentaire. Fantastisch. Daar komt dadelijk ook een driedubbel cd uit. Dan kom je op een punt om te zeggen, en nu? Dus dan gaan we verder kijken. Het is stage 6, de zesde fase, maar ik heb al een zevende fase in planning. Hoe zeggen ze het ook alweer? Rolling Stone gathers no moss, no flies on me. Dus ik heb nog allerlei ideeën, zowel overigens voor boeken, maar vooral ook in de muziek. En ik zie dit liever als een nieuw begin, zeg maar, in een nieuwe fase. Dus er komt vast nog iets achteraan, let maar op.